En dat klopt, nee, dat klopt ook, want achter mij, die stootzak achter mij, daar stond een fit girl. Heb je ook een reiswijk? Fit girls! Vast wel, fit girls. Misschien zitten er wel, godsamme. Fit girls, prachtig, hebben ze een paardenstaartje in en vakjes hebben ze ook. Gedefinieerde vakjes. Of hoe noem je die dingen? Vakjes. Ja, ze zijn helemaal gespierd, maar ze zijn doodeng. Ze hebben te veel energie. Die fit girls, veel te veel. Elke zin van een fit girl eindigt in dit geluid. Woo! Doodeng. Ook op normale vragen, als je gewoon zei, hey, waar liggen de handdoeken? Rechtdoor en dan naar links. Zet hem op. Woo! Godverdomme. Dat is verwarrend voor je als man, want je ziet ze. Godverdomme, wel kapotneuken, maar dat kan niet. Dat is doodeng. Vreest. En bij mij op de sportschool zit een yeti van een fit girl. Groot wijf, niet te geloven. Ik sta op een gegeven moment, zij komt recht op mij aflopen op die sportschool. En zij ziet eruit, zij is super gespierd natuurlijk. Gespierde benen, disproportioneel korte konijnenpoten heeft ze. Van die, zo'n Mark Overmars onderstel. En heel lang torso heeft ze dan, zo'n soort menselijke trekdrop. En dan de kop van een yeti. En die kwam op me aflopen en ik denk, nou, dat is toch even vluchten. Dus ik, ja, dus ik kwam recht op me af en op een gegeven moment denk ik, even knipogen. Maar zij, kop groter dan ik, andere energieniveau, zijn benen recht op mij af. Leek dwars door mij heen te gaan lopen. En op een gegeven moment, ik stond daar knipogen als een debiel met sambal in zijn oog. Stond ik daar, godverdomme. En zij kwam steeds dichterbij. Ik denk, zij zal mijn bestaan toch niet gaan ontkennen hier. Door dwars door mij heen te lopen, nonnetje. En zij loopt op mij af en het moment dat ze mij dreigt te gaan passeren, denk ik, god van hem, toch even die beweging erin. En bam! Heel die yeti op de smoel. Maar dat is raar aan die fit girl, ze komt nog wat eer ook. Ja, ze kwam overeind en zei, nou, die zou niet aankomen, dankjewel. Wow! Hop. Schrok me kapot. Ze hebben volgende week dinsdag een afspraakje.